Een heel goedemorgen allemaal en welkom bij een nieuwe achteruitkijkspiegel. En een paar weken geleden zat ik in de spiegel samen met Stefan Vermeulen en die reed toen in een BMW 5-serie Jaguar XF Sportbrake. En dan ging het toen prat op dat het misschien wel zijn laatste diesel was die hij ooit reed. Nou Stefan, ik ga je even overbluffen, want ik reed vandaag ook in een diesel. Al was het alleen maar omdat deze Toyota Land Cruiser alleen maar als diesel verkrijgbaar is. Jawel, het bestaat nog steeds. Ik rijd een dikke diesel. Nou ja, dik, hij is eigenlijk niet vooruit te branden. Het is een klein viercilindertje met een hele grote auto. Maar ja, het tokkelt wel lekker door. En aangezien dit een hele oude techniek is en de techniek gaat snel vooruit. En wie weet er meer van techniek dan onze eigen Cornelis Kit. Dus dacht ik ga Stefan niet bellen, want dan gaat hij zeuren over die diesel van hem. Ik ga Cornelis bellen. Even kijken of hij al wakker is. Kijk eens. Goedemorgen Cornelis. Goedemorgen Cornelis met Frank. Hey. Hallo daar. Welkom in de achteruitkijkspiegel en welkom naast mij in gedachten dan in een prachtige Toyota Land Cruiser diesel. Kijk aan. Wat vind je daarvan? Hey, en wat voor een is het? Is het zo'n Prada of noemen ze zo'n ding? Prada, nou hij is wel heel luxe met allemaal hout en leer en zo, maar of het een Prada is, dat is me niet bij verteld. Prada. Ja, nou ja, goed, je had altijd, Land Cruiser is natuurlijk een ontzettende bulknaam bij Toyota. Ja. Natuurlijk de stoere ding die je ook nog als pick-up hebt met een raketwerper achterop, zeg maar. Ja. Maar je hebt ook nog die hele grote, die zou ik als Lexus verkopen. Maar dit is volgens mij net een tijdje bescheidener, toch? Of niet? Nou, ik heb een heleboel luxe aan boord. Ik denk dat het wel een Prada is of een Coco Chanel, weet ik veel wat. Maar het is wel een hele luxe versie. Ik zit er graag in. Ik rij lekker rond. Ik heb 2 weken lang heb ik met de ID3 duurtester gereden. Dus ik heb krediet opgebouwd bij de CO2-bank. Ben je er nog? Oh, ja, hoor, ik ben er nog. Even weg. Ik zei het al niks zinnigs, dus maakt niet uit. Hey, ik wil even met jou een kleine in memoriam doen, want een held van mij is vorige week heen gegaan. En dan hebben we het natuurlijk over Robert Aupron. Ja, en die. Robert Aupron, ik vind serieus, ik denk dat dat dé autodesigner is van de vorige eeuw. En ik ben niet zo gauw fan van iemand, maar van Robert Aupron ben ik echt een fan. Het is natuurlijk een man die fantastische dingen getekend heeft, echt geweldige auto's getekend heeft. Ja, wat vind jij de mooiste? Ja, de CX, de Citroën CX. Ik weet niet zeker of ik het allermooiste auto aller tijden vind, maar als je nu het mes op de keel zet en ik moet binnen 3 seconden antwoorden, dan zeg ik, de allermooiste auto van deze eeuw, of van de vorige eeuw, is de Citroën CX. Ik ben er echt een groot fan van. Ik heb er ook een historie mee. Ik heb zelfs, het is een grote flauwekul, maar ik denk wel eens dat ik gedroomd heb van de CX voordat die uitkwam. Ik weet wel, ik was een jaar of 8, 74 was het, en die auto kwam uit. Ik had hem al op mijn netvlies staan. En mijn oma woonde destijds om de hoek bij de Citroën dealer in Hilversum. En ik moest en zou meteen naar mijn oma toen. En dat was niet omdat ik mijn oma zo lief vond, maar omdat ik naar de Citroën dealer wilde om een foldertje te scoren. Oké. Okay. Ja, ik vind een GS eigenlijk nog mooier. Die vind ik pas strakker. Nog meer in balans wat dat betreft, zeg maar. Ja, die staat ook aardig in mijn top. Dat is misschien wel een van de mooie. En wat ik altijd een overschatte auto vind, dat vind ik de SM. Ja. Die auto is leuk omdat er rare techniek in zit, maar niet omdat het een uitgebalanceerd ontwerp is. Nee, een beetje een raar ding. Het is een soort pantoffel met een lange neus. Weet je dat ik bijna een SM gekocht heb? Het was rond 1990, ik woonde toen in Frankrijk en bij een autobedrijf, een garagebedrijf aan de Route Nationale in het zuiden, vond ik een SM, een witte SM, voor 15.000 frank. Nou ja, Franse frank passen 3 keer in een gulden ongeveer, een gulden past 2 keer in een euro, dus voor 2.500 euro had ik bijna een witte SM gehad. Ik heb het niet gedaan trouwens. Is me goed ook. Oké. Verstandig. Nee. Nee hoor, dat is een huis met werk, Tramaland, vriend in Tokio. Precies. Nou ja, en wat ik ook eigenlijk wel een ondergewaardeerde auto is, dat is een Fuego. Fuego, ja, fantastisch. Dat vond ik ook een hele mooie auto. En de Renault 25 heeft hij. En vergeet niet, de Renault 5 heeft hij ook getekend, hè? Ja, de 9 en de 11, maar ik denk dat ik dan de Fuego toch wel weer het leukste uit vind. Maar goed, en dan schrijven ze ook nog de Espace aan hem toe, maar dat is natuurlijk maar zijdelings. Hè. Dat ding dat was eigenlijk al zo goed als klaar bij Matra, voor Peugeot. En dat is er nooit geworden. Dus, maar goed, ja, maar het eigenlijk helemaal een beetje misging met de arme man, dat was natuurlijk wel de Alfa SZ. Ja, dat was een bijzonder. Dus you hate it or you love it, hè? Dat is echt bij die auto zo. Het is bijzonder. Ja, ik vind het een geweldig beest om te rijden. Ik heb daar mijn racecursus mee gehad in Italië. Maar,
Maar lelijk gewoon eigenlijk best. Eigenlijk wel, hè, ja. Sorry, Alvis. En hij is ook altijd nog een van de verantwoordelijken voor de Renault Magnum, de grote vrachtwagen. Ja, ja, inderdaad. Vond ik ook, vond ik, voor zover een vrachtwagen mooi kan zijn, die vond ik mooi. In ieder geval behoorlijk anders. Ja, en zeker niet mislukt. Nee, dat is een bijzonder ding inderdaad. Ook een icoon uit mijn Franse tijd, ja. Ja, nee, dat Opron, God hebben zijn ziel en we zullen hem missen. Ik vind ook eerlijk gezegd, dus nu riskeer ik oude mannen praat, maar we zijn allebei een beetje op leeftijd, als dat mag. Zulke extravagante auto's wordt niet meer gemaakt, hè? Dat denk ik tegenwoordig. Ik denk dat we te veel onder de druk zitten van veiligheidsnormen en CO2-uitstoot en zo. Maar bijzondere auto's als een CX of een... wordt niet meer gemaakt. Ik zou het zo niet weten. Dit is natuurlijk een kwestie van vraag en aanbod. Kijk, je kan natuurlijk wel iets heel geks maken, maar als je dat niet gaat verkopen, althans er niks aan kan verdienen, dan ga je natuurlijk niet aan beginnen. Nee, dat is ook waar, maar ik denk ook een beetje... Maar goed, over gekke dingen gesproken, dat is een mooi bruggetje naar wat ik van de week had. Ja, ik heb nog pijn aan mijn netvlies van dat ding, joh. Dat is echt allemaal lelijk gesproken. Voor de kijkers, een Maybach GLS. Een Maybach GLS, ja. Het is werkelijk godsgeklaagd en... En ik snap wel, ik zag ook de reacties als onder je filmpje. Ik ben niet gelukkig niet de enige die het een potsierlijke auto vindt. Maar laten we eerlijk zijn, Mercedes maakt hem niet voor onze kijkertjes, onze lezertjes en reageerders. Ze maken hem ook niet voor mij of jou. Ze maken hem voor mensen met weinig smaak. Ik denk wel dat smaak en geld omgekeerd evenredig zijn. En daar is deze auto wat bewijs van. Ja, het is een hele fijne machine, dat kan ik je vertellen. Dat toch wel. En als je erin zit, dan zie je toch de buitenkant niet. En dat gaat ook helemaal niet om. Maar je kunt zelfs nog de ramen blinderen, dan heb je er helemaal geen last van. Nee. Nee, ik paste er wel in, zeg maar. Ja, je bent best een grote jongen. Ja, ik heb ook geen smaak. Ik heb ook geen smaak. Dus, geen geld en geen smaak en niks. Er komt een grote tractor aan. Dat is helemaal op zo'n plek bij mij. Even wachten, ik moet even naar de berm in duiken, want er komt een grote tractor aan. Die is op weg naar het Malieveld, denk ik. En ik heb ook een soort tractor, dus we zijn nu vrienden van elkaar. Wat gaat hij doen? Ja. Jeetje, nee. Nee, maar die Maybach, joh, ik begreep hem wel. Ja, bedoel, toch wel. Ja, kijk, je kan natuurlijk zeggen van, nou, zo'n S-klasse of zo'n laag ding, weet je wel. Maar ja, dan moet je altijd weer afzakken. En hier een stapje omhoog. Ja, dan staat het gewoon een setje rijden voor thuis met een stuk auto erom. Ja. Ja, zo is het bedoeld. Is het heel anders dan een Mercedes GLS? Nee, de cocon is hetzelfde, zeg maar, de body, maar binnenin is het een stuk anders. Ja, dashboard is wel natuurlijk iets vergelijkbaar, maar dan wel met andere mooie materialen. Nee, het gaat erom wat er achterin gebeurt. Achterbank is ietsje verder naar achteren geplaatst. Mm-hmm. Ja, dan heb je meer beenruimte. Wij hebben dan in Nederland geen achterbank, maar alleen stoelen. Ja. En dan, ja, die staan ook ietsje dichter naar elkaar, waardoor je dus niet klem tegen de buitenkant zit. Dus nou ja, je zit helemaal alsof je business class vliegt. Ja, en dan heb je wel daardoor iets minder bagageruimte, maar ja, aan de andere kant, je gaat zelf niet met koffers lopen sjouwen en die stuur je vooruit, hè. Precies, met je jet, met je private jet of je... Ik kan me er wel in vinden in zo'n machine. Ja. Ik wacht nog wel even tot ze wat tweedehands aangeboden worden. En elektrisch. Maar wil iemand vinden die alles vindt. En elektrisch natuurlijk. Dat geldt terzijde. Nou, elektrisch. Ja, en even nog een heel ander ding. De andere kant van het automobiele spectrum. Ik bedoel, dit is natuurlijk bezitten. Maar ik was ook onderweg met de Link & Co. 01 vorige week. Ja, ben ik benieuwd naar. Vertel eens. Nou, het is natuurlijk eigenlijk gewoon een volle neef van de Volvo XC40. En dan de plug-in hybride. Maar dat is natuurlijk op zich niet heel verbazingwekkend. Het is allemaal één grote familie. En wat heel anders is, ze willen die dingen liever niet verkopen, maar ze willen ze verhuren. Ze willen dat je lid wordt van hun clubje en dan betaal je €500 in de maand. En dan heb je zo'n ding. En als je zegt van nou, ik ben er klaar mee, dan geef je een belletje en dan is het weer afgelopen. Een soort short lease eigenlijk. Zou, ja, maar dat kun je natuurlijk jarenlang doen. Je kan ook zeggen van nou, het is nu half juli, ik ga eind juli op vakantie 2 weken. Negen dingen maand. Voor €500 vind je ergens een huurauto van een beetje fatsoenlijke proporties. Nee, slim denk ik. Je gaat toch een beetje door, denk ik, door naar een maatschappij die meer van het gebruik is dan van het bezitten. Dat is op... Ja, en dat is dan de eerste stap. Maar wat ze ook heel erg propageren is dat je zo'n auto weer door gaat delen. Dus dat, ja, als je het weekend niet gebruikt, dan laat het lekker je buurman of je broer mee rijden. En dan kun je het ook weer verhuren. Maar ze hebben zelfs de mogelijkheid om, want je kan ook gewoon lid van de club worden zonder te betalen. Dan ben je gewoon alleen maar member of weet ik het. Maar dan zit je wel weer in een app-systeem waarmee je als een soort Airbnb bij iemand die auto kan oppikken. Ja,
Eigenlijk een lijkt dat jou wat? Een beetje vreemd dat een autofabrikant zeg maar, naar een systeem werkt waardoor minder auto's nodig zijn. Maar slim is het wel. Ja, maar ja, goed. Ik kan me voorstellen, misschien hebben we het in Nederland niet zo heel erg, maar als je nou een beetje een fatsoenlijke grote stad hebt, dan is het met z'n allen toch makkelijker om het op die manier te doen. Ja. Waarschijnlijk heb je dan in ieder geval één auto verkocht of verhuurd in plaats van allemaal niks. Nee, dat is op zich heel slim. Op zich, Zou jij dat kunnen, denk je? Huh? Delen met een ander? Ja. Zou jij dat willen delen met een ander? Mijn auto? Ja? Niet mijn eigen auto, maar dat is dan ook niet. Nee, ik zou mijn eigen oude trouwe MX-5 zelf. Een auto natuurlijk. Ja, natuurlijk. Nee, waarom niet eigenlijk? Ik vind het gewoon een slim systeem. Maar het is dan dat je alle rondslingen en de spullen er een beetje uit moet vissen voordat je het allemaal meegeeft. Nou, dat is een goede stimulans om je auto een beetje netjes te houden, denk ik dan maar. Sommige mensen kunnen die wel gebruiken. Dus. Ja. Hé, maar wat... Nee, ja, goed, want de aardigheid is natuurlijk, met je eigen auto mag het eigenlijk geen eens zijn. Want de verzekering die zegt van, dat soort praktijken, dat gaan we niet doen. Nee. En hier hebben ze de speciale verzekering opgetuigd, die zegt van, ja joh, is goed. Ja. Wat deel jij voor auto dit weekend? Wat deel ik? Niks. Ik deel bij met z'n tengels vanaf. Nee, ja. wat staat er op de stoep bij jou? Een hele fijne Rover V6. Je eigen Rover. Ja. 8,27. Wat heerlijk, wat heerlijk. Dingetjes aan gebeuren, dus ik hoop dat het een beetje droog is. En dan ga ik daar nog een paar klusjes aan. Het was een hele koude week, dus ik hoop dat die lente gauw komt. Ik ga dit weekend een beetje rondtoeren met een diesel, nu het nog kan. Met een mooie grote Land Cruiser. Er zit een trekhaak achter eigenlijk. Ja, er zit een trekhaak achter, jawel. Oh man, ik zou zeggen, lekker een boetelbak huren. Ik ga iets vervoeren. Gewoon omdat het kan. Ik ga iets huren, precies omdat het kan. Gewoon een veewagen, iets met schapen en paarden en koeien achterin. Gezellig, diertjes. Oh, lekker man. Zo is dat. Hey, ik wens je... Ik wens jou een heel fijn weekend. En jullie allemaal ook. En graag tot volgende week. Ja, tot volgende keer allemaal weer. Oké, doei. Fijn weekend. Hoi. Hoi.